Gefeliciteerd. Dit was wel een wedstrijd waar alles in zat. Vond je ook niet? Ja, ik denk dat het een spectaculaire wedstrijd was in de eerste helft. In de tweede helft helaas niet meer. Maar in de eerste helft zeker. Maar de tweede helft hebben wij doodgespeeld. En dat is ook een verdienste van dit elftal, vind ik. Want zoveel Nederlandse ploegen kunnen dat niet. En dat hebben we echt gedaan. En die goal komt toch vanzelf. Dus daar was ik wel heel erg tevreden over de tweede helft. De eerste helft zijn we slecht begonnen. Zeer onrustig, was verrassend voor mij. Want ik dacht dat wij, die Roemenen, die speelden zoals wij ze verwacht hadden. En ik moet wel zeggen, één excuus. Want ik zei gisteren bij de persconferentie dat het veld of dat het stadion fantastisch was. En het veld fantastisch, maar het veld was niet zo goed. Veel glijpartijen, hè? Dat hebben wij ook op de training al gemerkt. En dat is jammer. Dat is wel in ons nadeel. Het voordeel was wel dat het veld heel groot was. Waardoor we, als wij goed in de positie stonden, dat ook goed konden uitbuiten. Maar ja, als je zulke kopdoelpunten maakt als Lens, dan maakt het veld ook niet veel meer uit. Ja, het is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Dat die jongen zich zo ontwikkelt dat hij ook nog gaat koppen. Ja, dat was wel een beetje toeval, zei hij trouwens, hoor. Nou, hij scoorde de vorige keer. Nou, wij willen dat die buitenspelers altijd naar binnen komen. Dus ja, dan was hij daar en was er nu weer bij de corner. Is allemaal van tevoren natuurlijk bepaald. Maar dan kopt hij hem zo in en volgens mij was het bewust. Van 18 meter? En dan is het wel kwaliteit, hoor. Dan is het echt wel kwaliteit. Ja, maar van 18 meter? Ja, maar hij probeert het toch? Het is toch niet zo dat het geluk was? Geweldige goal, zeker. schrok je trouwens in het begin heel erg, want je zei het al, van we begonnen onrustig. Meteen al een bal op de lat, doordat... Ja, dat vond ik... Dat verbaasde me en dat verraste me, zoals ik dat net al zei. Maar ja, ik was ook een beetje teleurgesteld, want ja, er was niets aan de hand. Wij verspeelden de bal veel te simpel in balbezit. Balbezit tegenstander was het probleem niet. Het was dat wij zelf de bal verspeelden en daardoor in de problemen kwamen. Uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal goed. Was je zelf ook zo blij dat je Nigel de Jong had opgesteld? Ja, ik vind dat Nigel een goede wedstrijd gespeeld heeft. En het was niet zo'n makkelijke opdracht. Omdat wij van tevoren ook al wisten dat het gevaarlijkste spelers Grootsaf en Marika waren. En daar heb ik dan ook voor gezorgd om een 3-2 situatie te creëren. En daarin zijn we eigenlijk wel heel goed geslaagd. Wat voor het mooiste van de avond? Was dat zo'n stadion vrij stil krijgen? Of wat was dat voor jou? Nou, eigenlijk de tweede helft. Ik heb nog niet veel ploegen gehad die dat zo deden. Toch op balbezit spelen en gewoon de wedstrijd kapot spelen. En uiteindelijk maak je die goal ook nog. Dat was een fantastische goal. Heel goed door Ibi vrijgespeeld. En Narsing weer, zijn balletje. Ongelooflijk. Die jongen heeft nog iedere wedstrijd goed gespeeld, die Narsing. Wanneer ga je naar Brazilië om weer eens hotels te bekijken? Wat zeg je? Wanneer ga je naar Brazilië om nog een keer hotels te bekijken? Nou, dat hangt van Hans af. Ik ben maar iemand die ja moet knikken of nee moet knikken. Maar Hans Jorisma met zijn staf, gaat bepalen wanneer ik weer een keuze moet maken. Nou, ik bedoelde eigenlijk van het is wel klaar in deze groep, toch? Nou ja, we hebben een grote stap gezet, maar het is niet klaar. Andorra kan nog zelfs 12 punten halen. Dat is ook heel waarschijnlijk, ja. Ja. Dankjewel.